alleen te voet naar school en komt hij alleen terug naar huis. En die is nog altijd niet teruggekomen. Die voelde zich niet goed en ik heb haar naar huis gestuurd. Het is namelijk zo, Maud is nooit thuisgekomen. Oké, ik stel voor zo snel mogelijk naar kantoor. Onze chef, de witte. Een team samenstellen, zoektocht op poten zetten en de zelfvermiste personen van de federale waarschuwen. Ja, en geen tijd verliezen. Ja, dispatcheer Charles van der Antien, we luisteren over. Ik heb een melding binnengekregen van een tweede verdwijning. Het betreft Pauline, meisje van dezelfde leeftijd van Maud, maar ze gaat wel naar een andere school. Over. Oké, waar vinden wij die ouders over? Ter Voortlaan, nummer 15. Oké, we gaan onmiddellijk daar naartoe. Ter Voortlaan, over. Dat is hier, Dag mevrouw. Mevrouw, lokale recherche. U had gebeld? Ja, Jans Paulien, die is nu thuisgekomen. Die zat op school en die was ziek en de directeur had gebeld om te vragen of dat ze naar huis mocht. En ik moest werken, dus ik kon die niet gaan halen. En ik had dan gezegd dat... Oh, ik had dat niet mogen zien. Ik had dan gezegd dat ze... Dat ze naar huis mocht komen, maar nu is ze hier niet. We gaan best even naar binnen, mevrouw. Hè? Ja, ik denk dat het best is. Rustig maar. Probeer even rustig te blijven. Heeft u soms een foto van haar? Ja. Dat is nog niet zo lang geleden. En dat is Pauline. Ja. Maar dat is toch Maud van Tichelt? Die kennen elkaar. Ja, van in de jeugdbeweging, ja, maar... Maud is deze morgen ook ziek geweld in school en die is ook niet thuisgekomen. Die is ook niet thuisgekomen. Oké, dat is weird. Ik ga u een kaartje geven. Als je iets van haar hoort, direct contact met ons opnemen, alsjeblieft. Ja. Beide meisjes kennen elkaar. Ze melden zich allebei ziek in school. Ze gaan alleen naar huis, allebei. Misschien hebben ze met elkaar afgesproken of met iemand anders. Iemand met slechte bedoelingen, dat zou kunnen. Er moet toch iemand zijn die iets gezien heeft? Dat kan toch niet anders? Ben jij koksjes bij of zo? Nee, ik denk dat niet. Bravo 104 voor dispatch. Melding van een woningbrand in de Beertstraat 159. De bewoner klinkt overstuur en een brandweer is ook verwittigd. Over. Oké, we gaan kijken. Over. De politie wordt vaak mee opgeroepen als er een brand is. De Beertstraat is vlakbij. Dus hoe sneller dat we er eigenlijk zijn, hoe vlugger dat we dan ook de ernst van de brand kunnen inschatten, natuurlijk. Dat is hier subiet nog in, denk ik. Ziens, dat is deze straat, toch? Ja, aan het einde van deze straat is het. Je moet hier zijn, hè. En dat is toch alleen maar buiten, hè? Ja. Pas op, hè, madame. Dat je voeten er niet afrijden. Goedendag. Je hebt gebeld? Ja, ik heb gebeld, maar een tv staat in brand. Ja, een tv, heb je een knal gehoord? Nee, een knal heb ik niet gehoord, maar ik heb wel vlammen gezien. Ja. Oké, wel vlammen. Is er nog iemand binnen? Ja. Oh ja, Mayake. Mayake, die is nog maar 2 jaar. En waar zit Maya? Maya is boven, ja? En dan haar naam staat op de deur. Ja. Oké. Nou, wacht even, een brandweer. Ja, ik kan naar binnen. Je weet dat dat niet mag. Ja, ik weet het, maar als hij 2 jaar is, dan raakt hij niet naar beneden. Allee, ik wil dat niet op mij geweten hebben. Ja, ik wil dat niet op mij geweten hebben. Hoe? Ik ga echt naar binnen. Oké, wacht. Dan gaan we samen, oké? Maar we blijven samen. Ja, oké. Kom. Mevrouw, u blijft hier buiten staan. Buiten blijven, hè? Ja. Aangezien ik geen rook zie, ga ik ervan uit dat het een kleine brand is, maar dat kan snel veranderen. We moeten dringend Maya vinden, want ik zou niet willen dat er een slachtoffer valt. Allee, zeker geen kind. Ik kan toch godverdomme toch geen toeval zijn, hè? Voorzichtig, hè. Twee meisjes van dezelfde leeftijd die elkaar kennen. Er zijn dus 2 vriendinnen die niet op dezelfde school zitten, die wel zich allebei deze morgen hebben ziek gemeld bij de directeur en die allebei naar huis zijn gegaan, maar blijkbaar dus nooit thuis aangekomen. Zou die iets met elkaar afgesproken hebben? Geen idee. Vermoed van wel. Met Brigitte Broeks, lokale recherche. De meisjes? U bedoelt Maud en Pauline of alleen Pauline? Nee, allebei. Oké, mevrouw, wij komen onmiddellijk naar bij u. Hou ze even daar, ja? Blijkbaar zijn de meisjes allebei in het huis van Pauline Jorissen aangekomen. Dus we gaan eens even kijken wat er precies gebeurd is. Hallo.
Ja, ze zijn terecht. Ze ja? Mogen we even binnenkomen? Ja. Amai, dat is het beste nieuws van een dag eigenlijk. Hè? Dag meisjes. Meisjes, wat is er gebeurd? De twee verdwenen meisjes zijn terecht. Alle geluk. Nu, ze zien er niet al te fris uit. Ze hangen helemaal vol modder. Hun mooie lange haren helemaal kort geknipt. Ik ben echt eens benieuwd wat die te vertellen hebben. Maud, kijk eens aan mij. Jij mag dat vertellen. Paulien? Het is beter dat jij het zegt. Hebben ze al iets verteld tegen u? Nee. Kom aan, meisjes, wie ga ik hier vertellen? Ik denk dat het beste is dat we ze even apart nemen. Denk het ook. Paulien, ik zou eens graag jouw kamer zien. Toon bij uw kamer maar. En blijf jij even zitten, hè, Maud? Maud, wat is er eigenlijk juist gebeurd? Iemand heeft mij meegenomen in de auto. Maar wat is er dan gebeurd? Wat heeft die persoon gedaan? Ja, ergens naartoe gebracht. En weet je nou wat? Nee, maar ik weet wel. Het was er vies. Kan je zeggen wat er gebeurd is? Een man heeft mij meegenomen. Hij heeft ons opgesloten. Was het een meneer of een mevrouw? Het was een man. Het was een man. En heb je die man gezien? Zou je die kunnen beschrijven? Hij had een baard. Een man met een baard. Hij was kaal. Dat is goed, hè? Dat is al iets, hè? Daar kan ik al iets mee, hè? En wat is er toen gebeurd? In die vieze plaats. Die man die heeft mijn haren afgeknipt. Heeft die man Pauline haar ook geknipt? Ja. En wat is er daarna dan gebeurd? Die man heeft gewoon mij teruggebracht naar hier. Die man heeft u teruggebracht naar hier? Samen met Pauline dan? Dat is echt een strafverhaal van Maud. Een man zou haar hebben meegenomen. Pauline zou daar ook geweest zijn. Dan zou die meisjes hun haren hebben afgeknipt en dan terug afgezet hier thuis. En dan heeft hij me terug in een auto gestoken en naar hier gebracht. Ja. Ja, ik ook. Volgens de eigenaar is daar televisie in brand. En aangezien er nog een kind van 2 boven ligt te slapen, zijn we al naar binnen gegaan. Maya? Ma? Ma. Ole. Hé, is het jij, Maya? Ma, schat, ik kom eens hier. Ja, dat is dus duidelijk geen kind, hè? Ja, ma. Floor? Ja. Ja, ik ben brand. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Ja, allee, ja. Kom, schatje. Oh, maar je moet toch wel bang geweest zijn, hè? Hela. Ik kan eens even zien of ik hier de vuur aanzien. Ja, is goed. Voilà, ze. Dat is Maya, hè? Ja, alsjeblieft. Ja, Obi? Ja, Floor? Obi? Ja, hier. Ik heb de brandhaard gevonden. Dat meen je niet. Nee, dit kan niet. Dat is die brand, of wat? Dat is die brand, ja. Dispatcher Bravo 110, die brandweer laat maar zitten, want we hebben een brand gevonden. En het blijkt toch niet zo erg te zijn, over. Oké, ik ga mijn vrouw halen. Oh, maar houd u wel lachen. Okay. Sorry, hè? Nee, oké, maar ik ga mijn vrouw halen. Oh. Kom maar mee, zo'n mevrouw. Ik zal hier wel licht maken. Zie, deze is nu uw brandende tv's, hè? Tada! Dat is niet echt, of wat? Hij meent dat. U was in slaap gevallen, zeker? Ik zit wat met een hoest. Ja? En ik had na het eten wat hoestsiroop genomen. En ik was mee op de bank hier gaan liggen. Wat een sla en ja. TV stond nog aan, zeker. Ja, ja zie je. Mijn feuilleton, dat stond nog op. Ja, blijkbaar komt er dan zoiets achter je feuilleton, hè? Dat is niet goed. Ik kan zelfs uw brandhaard blussen, hè? Kijk, hè? Voilà. En dat zonder water. De brandende TV blijkt dan toch geen brandende TV te zijn. Allee, eigenlijk wel. Maar ja, dan ook weer niet. Allee, goed, je snapt wat ik wil zeggen. Hè. In ieder geval heeft een Obi met 1 druk op de afstandsbediening-knop de brand kunnen blussen. En het is beter zo dan dat een echte brand had geweest, toch? Vertelde dat ze was meegenomen met een man met een baard, met een auto.
Die zijn naar de stalletje gereden en Paulien was daar dan al en dan heeft hij hun haren afgeknipt en dan zijn die vol modder terug hier afgezet om te huis met een auto tot hier. Dat wist ze met een auto. Ja. Paulien zegt dat ze daar ontsnapt zijn en dat ze te voet tot hier zijn gekomen. Dat zijn twee totaal verschillende verhalen. Dus ik denk dat we die eens gewoon moeten confronteren, dat die twee verhalen eens over elkaar verteld worden. En dan zien we dat het dan wel van waar is en wat niet. De twee meisjes die van school waren vertrokken en een tijdje spoorloos zijn geweest, hebben elk hun verhaal, hun versie van de feiten gegeven. Nu, die verhalen kloppen niet, die zijn ongeloofwaardig. En we gaan ze confronteren met elkaar om te zien of dat iets nieuws gaat opleveren. Meisjes, wij hebben nog een paar vraagjes voor jullie, eigenlijk. Er is iets aan jullie verhalen dat niet helemaal juist zit, volgens ons. Kijk, Paulien, jij hebt tegen mij gezegd dat het gaat om een kalende man. En Maud heeft tegen Erik gezegd dat het gaat om een man met een baard. En Maud die heeft tegen mij gezegd dat jullie alle twee hier zijn afgezet geworden met de auto. Terwijl Paulien heeft gezegd tegen Brigitte dat jullie zijn ontsnapt en te voet naar hier zijn gekomen. Enkel en alleen de waarheid kan ons verder helpen. Maat en ik hebben afgesproken om te doen alsof we ziek waren. En dan zou zij naar mij toe komen. En we zouden elkaars haar afknippen. Want kort haar mocht niet van thuis. En we zouden dat doen zonder dat onze ouders dat wisten. Want ja, als daar eraf was, dan konden ze er toch niks meer aan doen. Maar lieve schat, waarom bespreekt dat toch niet? En het haar ligt in een plastic zakje. In de vuilbak daar. Hoe komen jullie dan zo vol modder te hangen eigenlijk? We hebben bij onszelf, ja, we hebben modder op onszelf gedaan. Zodat ze lijken dat er iets was gebeurd. Dat iemand ons haar er zou afgeknipt hebben. Dus er is helemaal niemand anders die jullie is komen halen van de school of zo. Dat hebben jullie maar verzonnen. Jullie wisten toch dat jullie ouders heel ongerust waren, hè? Het was niet de bedoeling dat ze ongerust waren. Maar we wisten echt niet wat we moesten doen. Niet de bedoeling, meisje. Maar als je niet terugkomt van school, dan denken die dat er iets heel ergs gebeurd is. En wij ook, hè? Heel bezorgd dat ik wel was. Ik vind dat echt niet oké, hè? En uw mama gaat er ook niet mee kunnen lachen, denk ik. Zo'n schoon haar, alle twee. Ze zouden moeten schamen. Nu, één ding is goed. Ze zijn alle twee terecht en ongedeerd. En ik denk dat ze hun lesje wel geleerd hebben dat je met een leugentje nergens niet komt. Hè. Ik mag het open. Maar ze hebben de waarheid verteld. Alle geluk. En nu eerst in bad en dan naar de kapper, hè? De mama van Maud is onderweg, want we hebben haar gebeld. Mag ze zo lang even beginnen? Ja, natuurlijk. Geen probleem. Okay. Dat was echt niet verstandig van die twee vriendinnetjes. Zo liegen tegen hun ouders, tegen de school, tegen ons. Maar ze zijn ongedeerd, ze zijn terecht. En dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Politie, kom uit dat voertuig. Dag mevrouw. Mijn dochter is verdwenen. Ze moest zo'n grote doos en ze deed daar dan zo'n doek over. Hé, hey, wat is dat? Die verdubbelen hier of wat? Moet ik schieten? Nee. Ze hebben gebeld, ze willen 50.000 euro losgeld. Politie, uitstappen! Handen omhoog! Handen uit de wagen!